De regering treft in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie, IOM, voorbereidingen voor een uitvoerbaar nationaal migratiebeleidsplan. Dit document dient in overeenstemming te zijn met internationale normen en waarden. Op voorstel van het IOM is er een interministeriële coördinatiewerkgroep voor migratie ingesteld, die een driedaagse training volgt. De training beoogt capaciteitsversterking en de functionarissen de basistools aanreiken met betrekking tot het migratiegebeuren. Middels de uitvoering van het Nationaal Migratiebeleidsplan zal Suriname met inachtneming van de duurzame ontwikkelingsagenda inspelen op de kansen en uitdagingen van migratie op nationaal, regionaal en mondiaal niveau.